Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik een What's in my bag update voor jullie. Er werd mij namelijk gevraagd of ik weer een keer zo'n video wilde opnemen. Ik vind dit soort video's zelf ook super leuk om te kijken van andere YouTubers. Ik merk wel dat Nederlandse YouTubers de laatste tijd niet heel veel meer maken. De Engelse YouTubers wel, maar ja, die kan ik dan weer niet verstaan. Dus dat is een beetje jammer. Maar toen ik de vraag kreeg, dacht ik, nou dat is wel leuk. En ik probeer ook altijd de video's die jullie graag willen zien toch nog een keer te gaan maken. Dus mocht jij benieuwd zijn welke tas ik momenteel gebruik en wat mijn inhoud dan is, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De tas die ik op het moment gebruik is mijn oude vertrouwde Cowboys bag. En ik heb hier al eerder een keer een What's in my bag video mee opgenomen. Ik heb namelijk al diverse tassen geprobeerd, maar ik blijf toch bij mijn Cowboys bag terugkomen. Dit is een hele stevige tas, daar betaal je ook voor, want het is natuurlijk volgens mij wel echt leer. Niet dat ik echt per se ben voor echt leer, alleen bij deze tas merk ik dat hij eigenlijk zo stevig is. Ik heb hem nu al 9 of 10 jaar en dat hij nog steeds heel erg mooi is, nog steeds goed is. Ik verzorg hem ook goed. Ik zuig hem regelmatig even uit met de stofzuiger. Ik spray hem ook nog regelmatig in. Ja, en dat ziet er dan ook naar uit dat hij ook nog gewoon super mooi is zonder beschadigingen en zo. Het handige aan deze tas is, en dat is voor mij altijd een must bij een tas, is dat hij een lang hengsel heeft, waardoor je hem dus crossbody kunt dragen aan je schouder. Maar je kunt hem dus ook aan de handvaten vasthouden. Dus dan kun je hem zeg maar zo gebruiken, zoals ik zelf altijd doe, maar ook aan je schouder. Maar ik kies er dus zelf vaak voor om aan mijn arm te hangen of toch vaak wel crossbody te dragen. Ik heb zelf de bag small, dat is de 1118. Er zit hier zo'n dingetje in en hier staat dus op welke Cowboys bag je hebt. Je hebt volgens mij ook nog een slagje kleiner en ook nog een slag groter. Nou, laat ik gewoon even beginnen met de vakjes. Hij heeft diverse vakjes. Aan de achterkant zit een vak. Hier heb ik volgens mij zelf helemaal niks in zitten. Nee, en dat heb ik denk ik ook bewust gedaan omdat ik hem dus tegen me aandraag en ik het niet fijn vind als hier dan spullen in zitten. Dan gaan we nu naar de twee voorvakjes. In het eerste voorvakje heb ik altijd een lenzendoosje zitten. Ik ben zelf lensdragend en als ik dus een dagje wegga en ik heb mijn lenzen in, red ik het vaak niet om de hele dag de lenzen in te houden. Dus dan heb ik altijd een bakje bij me waar dus de spullen in kunnen. In het bakje zitten twee flesjes met vloeistof, het lenzendoosje en ook nog een pincetje. Hij heeft een beetje moeite met scherpstellen, heb ik het idee. En er zit ook een spiegeltje in. Maar ja, ik vind het zelf gewoon heel erg handig. Ik heb deze al best wel lang. Het is niet dat ik hem heel vaak gebruik, maar mocht het nodig zijn, kan ik hem dus gebruiken. En dit is eigenlijk gewoon volgens mij meer zo'n reiskitje. Maar ik vond dit gewoon ideaal in de tas te hebben. En die past prima in het voorvakje. In het andere voorvakje heb ik wat frisheidsproducten zoals mintjes. Deze is bijna op. Een doosje met kauwgom. Hier zitten niet meer originele kauwgompjes in. Deze heb ik ooit eens een keer gekregen bij een pak kauwgom. Toen dacht ik, oh dat is een mooi dingetje voor in mijn tas. Er zitten nu gewoon dit soort kauwgompjes in. En een mondspreetje. Ik ben zelf een roker, dus ik vind het wel fijn. Meestal probeer ik na het roken wel wat te drinken. Maar als het niet lukt, dan kan ik in ieder geval even iets verfrissends in mijn mond doen. En vooral als ik ook een tijdje niet kan roken, vind ik het fijn om iets te hebben om te kauwen. En dat mondt zich dan uit in kauwgom. Wat ik heel erg fijn vind aan deze tas, is dat je hem vast kunt maken met deze twee knoopjes. Ik gebruik het niet heel vaak, maar het kan dus wel. En hij heeft zeg maar gewoon één groot vak met allemaal kleine vakjes. Laten we maar gewoon even beginnen met wat erin zit. Allereerst heb ik hier een tasje met wat vrouwelijke dingetjes voor de periode van de maand. Het is verder niet heel interessant, maar wel altijd handig om bij je te hebben. Dan heb ik een heel klein etuietje. Deze komt ooit eens bij de HEMA vandaan. En hier heb ik een aantal dingetjes in zitten. Ik heb hier wattenstaafjes in zitten.
van die verfrissingsdoekjes. Ik zou hier eigenlijk ook brillenpoetsdoekjes in moeten doen, maar die heb ik momenteel niet in huis. Ik heb van alles nog twee paar, zie ik. Ik zie een pleistertje, nog een verfrissingsdoekje en twee Bye Bye Eye Makeup Remover doekjes. Hier kun je dus je make-up mee verwijderen, mocht dat nodig zijn. En een paracetamolletje die ook even bij gevuld kan worden, maar is altijd wel handig om bij je te hebben. Want mocht je het nodig hebben, dan ben je voorbereid. Dat vind ik persoonlijk heel belangrijk. Even alles terug doen. En die wasstuivers heb ik ooit eens bij de Action gekocht. Die kon je toen kopen per los verpakt. En dat was allemaal mooi in dit etuietje. Dan heb ik een pakje sigaretten bij me. Als ik wegga, dan heb ik een pakje bij me. Dat vind ik gewoon makkelijker. Een klein tasje. En hier zitten eigenlijk allemaal klantenkaarten in. Tegenwoordig kun je al je klantenkaarten op je telefoon zetten. Maar ik heb dit tasje ook altijd bij me. Ondanks dat het ook wel op mijn telefoon staat. Heel belangrijk, een hand sanitizer. Deze is gewoon van het Kruidvat. En die is gewoon desinfecterende handgel. Kan ik niet zonder. Als ik mijn handen niet kan wassen met water en zeep, vind ik het wel fijn om ze in ieder geval even te desinfecteren als dat nodig is. Al voelt het minder schoon aan dan met water en zeep. Maar ja, het is wel fijn. Een mini haarspreetje zit erin. Deze is van Crocet. Dit is de Crystal Shine en heeft Ultra Strong, want het is nummer 4. Ja, als mijn haar een keer echt helemaal verregend is of wat dan ook en ik ben een dag weg, kan ik het in ieder geval een beetje netjes bij vullen. Oh, ik zie dat mijn dopje eraf vliegt. Laten we het hier maar even terug. Oeh, gadver, nou gaat die spray. Hij ruikt wel lekker, maar nu zit ik wel onder de haarspray. Maar in ieder geval, dat is deze Pro-set. Dan heb ik nog een etuietje met wat pasjes. Ik heb hier ook nog wat zegeltjes in zitten. Je zou hier ook nog wat geld in kunnen doen, want er zit ook een ritsje in. Zit er zelfs ook wat geld in. Hoeveel zit er in? Nou, 40 cent of zo. En hier heb ik een aantal pasjes in zitten die dus niet in het etuietje pasten. De klantenkaarten zijn altijd aanwezig. Dan heb ik een body mist bij me van So. Dit is eigenlijk een beetje een zomersgeurtje, want het is de geur watermelon. Maar ik vond deze wel heel erg mooi compact. Want hoeveel milliliter zit hierin? 100 milliliter, maar het is wel gewoon een mooi flesje en hij is van plastic. Dus hij kan niet breken of zo. Ja, het kan wel, maar hè, glas is anders. En gewoon, mocht je een keer even niet meer zo lekker ruiken, kun je deze dus even opsprayen. Een pakje zakdoekjes. Altijd handig om bij je te hebben. Je weet nooit wanneer je het nodig hebt. Een Get the Volume Powder van André Lon. Als je haar dus echt helemaal niet mix meer wordt, dan kun je er een beetje volume in doen. Wat het eigenlijk niet is. Oh ja. Het is gewoon zo'n poeder die iedereen wel kent. Ik snap eigenlijk niet waarom ik hem opendraaide. Want nu heb ik overal poeder. Maar dat vind ik ook wel heel erg fijn om bij me te hebben. Dan heb ik hier oortjes in zitten. Ik heb zelf voor thuis draadloze oortjes. Maar daar moet je op straat sowieso niet mee gaan lopen. Want die dingen die worden tegenwoordig uit je oren gejat. Ook al zijn ze nep. Dus ik heb altijd wel een dingetje bij me met oordopjes. En ik gebruik deze eigenlijk soms als ik met Nathalie bijvoorbeeld met de trein ga en we willen muziek luisteren. Dan heb ik er ook een splitter in zitten. En deze steek je dan in je iPod. En dan kun je aan deze kant kun je dus twee oordopjes steken. En dus gewoon mijn oortjes die eigenlijk ook wel niet helemaal meer goed zijn. Volgens mij heb ik er zelfs al... Oh ja, zie ik, heb hier zelfs al een plakbandje aangemaakt. Maar ja, zolang ze het doen, noemen ze het. En ik vind het gewoon handig dat ze in dit doosje passen. Dit doosje komt gewoon bij de Action vandaan. Die hebben vaak van die dingen. En dan ja, zit het gewoon mooi bij elkaar. Dan heb ik ook nog een deodorant bij me. Dit is toevallig de Beauty Finish van Dolph. Ik zou liever een spray hebben, maar vaak zijn die sprays net iets te groot. En deze heb ik jarenlang gebruikt. Die vond ik wel prettig. Dus deze heb ik er gewoon in zitten aan rollen. Maar ik heb liever een sprayer dus. Dan heb ik een zakje en daar zit een borstel in. Ik heb hier een mini tangle teaser in zitten.
Ik heb zelf thuis een grote, maar voor onderweg mijn haar klit nogal snel, vind ik een kleine fijn. Die heet dus gewoon dit, zodat je hem in elkaar kunt steken en dus makkelijk mee kunt nemen. En ik heb ze dan zelf heb er van die zakjes omheen gedaan, zodat het ook een beetje netjes blijft. Nog een zakje met wat items. En hier zit een powerbank in. Ik heb zelf de Duracell voor 3 uur volgens mij. Maar dat is deze. En hier zitten ook wat dingen bij om op te laden. Er zit ook nog een extra stekkertje bij die je hierop kunt schuiven. Zodat je hem op een telefoon kunt aansluiten. Maar ik heb alles van Apple, dus voor mij werkt dat niet. Ik heb zelf een snoertje voor mijn telefoon en iPad erin zitten. En nog één voor mijn iPod, want ik heb zelf nog een hele oude iPod. Die eigenlijk het wel een beetje aan begeven is, maar zolang die het nog doet, doet hij het. Anders dan ga ik met de tijd wel een keer een andere kopen, want ik kan niet zonder mijn iPod. Die gebruik ik echt overal. Die heb ik trouwens niet in mijn tas zitten, want die gebruik ik in huis heel veel. Dus als ik wegga, dan stop ik hem nu wel in, mits het nodig is, zeg maar. Maar deze heb ik gewoon altijd standaard ook bij me. Dan heb ik ook een aansteker. Wel handig voor die sigaretten natuurlijk. Dan heb ik mijn portemonnee erin zitten. Ook deze is van Cowboy Spec. Ik heb de 1291 Purse Huddersfield. En het is heel handig. Je kunt deze ook als clutch gebruiken. Dus je kunt hem zo zeg maar aan je pols doen. Maar dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Je hebt hier aan de achterkant ook een vak in zitten. Aan de voorkant zit een vakje. Net nog wat zegelspulletjes erin. En gewoon een heel groot vak. En hier zit, ik heb hier een vakje voor wat losgeld. En ja, er zitten hier vooral pasjes in. Je kunt hier pasjes kwijt. Je kunt hier pasjes kwijt. Je kunt hier spullen kwijt. Het is echt een hele grote portemonnee. Maar ik vind dat zelf wel heel erg fijn. En ik vind het leuk dat hij bij de tas past. Dan mijn agenda. Ik ben nog iemand die heel graag een losse agenda gebruikt. Deze is gewoon van de Action. Wel een hele mooie vind ik zelf. Hij heeft zeg maar ook van die vakjes waar je dus nog wat dingen in kan doen. Ik heb hier de 1 week zit gewoon op 2 pagina's. Dus je hebt veel ruimte en heb je de weekenden die zijn wat kleiner. Je hebt hier ook zeg maar zo'n dingetje in zitten. Die zou je ook ertussen kunnen doen. Maar je hebt gewoon een heel erg handig touwtje die je erin kunt doen. En wat ook wel leuk is, is dat er ook een zipperbag in zit waar je dus ook nog spulletjes in zou kunnen doen. Maar ik ben zelf nog wel iemand die gewoon graag dingen opschrijft in een papieren agenda. Ondanks dat we tegenwoordig de telefoon hebben om te gebruiken, vind ik dit zelf nog wel heel erg prettig. Dan heb ik eigenlijk alleen nog in het grote vak mijn make-up tasje zitten die ook niet mag ontbreken. En dan heb ik zo alleen nog wat spullen in de kleine vakjes. Ik heb gewoon zo'n tasje met een spiegeltje. Het is vrij compact. Ik heb met de tijd heel veel gewisseld met make-up tasjes. Maar dit werkt voor mij het beste. Niet dat ik dit nou heel vaak gebruik. Maar ik vind het fijn om bij me te hebben. Hier zit in een All Eyes On Me mascara van Essence. Ik heb er een Maximal Contour Stick in zitten. Met aan de ene kant een bronzer. En aan de andere kant een highlighter. Een lip liner van Essence. Deze is in de kleur 12 Wish Me A Rose. Dat is die. Een oogpotloodje van Essence in de kleur Black Fever. Dus degene die ik zelf thuis ook altijd gebruik. Een nagelveldje mag niet ontbreken. Ik heb er een waterproof eyeliner in zitten, ook van Essence. Een blush in de kleur Teen Adorable. Een lipstick. Ja joh, laat hem lekker vallen. Kan ook. Lipstick van Catrice. Dat is deze. Het is de 050 Buzz Up. En dit is dus een rode kleur. Rood is mijn favoriet. Zou ik eigenlijk ook nog wel een keer de liplijn erbij in moeten steken. Ik heb er ook nog een glossy lipbalm in zitten in de kleur Cherry Brownie. Een wenkbrauwpotloodje in de blond kleur, ook van Essence. Er zit best wel veel in hoor. Een mini tweezermannetje. Je weet nooit wanneer je het gebruikt.
Dan heb ik hier een zakje en hier zit dus een parfumverstuiver in. Maar deze is volgens mij leeg, dus die moet ik een keer weer even bijvullen. En dan kun je dus je favoriete geurtje in meenemen en dan kun je gewoon sprayen. Super handig. Dus die. Een oogschaduwtje, een 3D oogschaduwtje in de kleur 01 Irresistible Foxtrot. Een concealer van Essence in de kleur 02 Soft Scent. Een foundation poedertje van Action die bijna uit elkaar valt. Een haarklipje met een stiekje en een bobbypin. En het laatste wat hierin zit is nog een lipstick van Essence in de kleur 020 Get The Look. En dat is een roze kleurtje. Dus dat is alles wat er in dit make-up tasje zit. Dan vond ik ook nog een lippenbalsem. Ik heb echt super veel last van droge lippen. Dus mijn lippen die hebben echt heel veel aandacht nodig. Vooral in de winter. En ik heb de Shiny Pearl van Shein. Deze is een beetje geïnspireerd op die van de Labello. Maar ja, het werkt gewoon prima. Dus voor onderweg is dat fijn. Dan ga ik nu even door naar de zijvakjes en dit vakje wat hier nog in zit. Allereerst heb ik hier nog een kledingroller in zitten. Ik heb 3 katten, dus dan is het handig om je kleding te kunnen afrollen als het nodig is. En deze is gewoon lekker compact formaatje. Ik zie hier een hoesje met een OV-chipkaart die ik eigenlijk nooit gebruik. De laatste keer dat ik die gebruikt heb is een jaar geleden. Toen ik met Nathalie wegging, ik reis nooit met het openbaar vervoer. Maar ja, het is wel handig om zo'n ding te hebben. Een pen om te schrijven in mijn agenda. Dat was alles wat in die vakjes zat. Ik dacht eigenlijk dat er meer in zat. Maar nee, dan ga ik nu naar het laatste ritsvakje. Allereerst heb ik een reservesleutel. Het is me 1 keer overkomen dat ik mijn sleutel ben vergeten. En dat was zo verschrikkelijk dat ik heb bedacht toen ik in dit huis kwam wonen. Ik heb zoveel reservesleutels. Laat ik gewoon een reservesleutel in mijn tas stoppen. Als ik deze tas mee heb en ik zou mijn sleutel vergeten, kan ik in ieder geval mijn huis in. Een zakje met een spiegeltje. Een spiegeltje bij je voor als je je make-up wilt bijwerken of wat dan ook. En deze heeft lichtjes. En deze vind ik ook heel handig om je wenkbrauwen te epileren. Al doe ik dat natuurlijk niet als ik on the go ben. Maar die gebruik ik thuis dus ook regelmatig als ik dat wil doen. Want daar heb je gewoon voldoende licht bij nodig. Een zakje met wat Kleenex wipes. Ook voor de hygiëne. Ik ben echt iemand die lichtelijk smetvrees heeft. Dus alles wat ik aanraak vind ik vies. Dus dan kan ik in ieder geval mijn handen weer even lekker schoonmaken. Ik heb er ook nog een BB cream in zitten. Dit is de 5-in-1 Tinted Hydration met SPF 15 in de kleur Light van de Action van Fashion Professional. Een handcremetje van Essence. Super fijn om bij te hebben. Ik heb in deze tijd van het jaar altijd hele droge handen. Een dingetje met blotting papers. En dit zijn gewoon van die papiertjes waar je dus even, als je heel erg glimt, je gezicht mee af kunt nemen. Dus die zijn ook wel handig om bij je te hebben. Dan heb ik hier nog een heel klein dingetje. En hier zit een tassenhanger in. En dat is best wel handig, want dat is een tasje. En dan kun je hem zeg maar zo. En dan kun je dit dingetje leggen op tafel. En dan kun je hier je tas aan hangen. Ja, met deze tas gaat dat denk ik niet werken, want hij is te zwaar. Maar het zou bijvoorbeeld met een licht tasje kunnen. Het is toch niet zo prettig om je tas op de vloer te leggen. Vaak zijn vloeren niet heel erg fris. Maar meestal probeer ik hem op een stoel naast me te zetten. Als dat mogelijk is. Maar ik heb hem wel altijd bij me. Dan heb ik nog een blush kwast of een kwast bij me voor als ik iets wil aanbrengen van de poeders. Het laatste wat hierin zit zijn nog 2 muntjes voor de winkelwagentjes. 1 van de Gamma en 1 van de Lidl. En dan is mijn tas helemaal leeg. Ik kijk nu naar de spullen die ik in mijn tas meesleep. Zo. En ik denk, ja, het is toch best wel veel. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of jullie iemand zijn die heel veel in je tas meesleept. Of ben je iemand die, ja, gewoon heel weinig nodig heeft.
Ja, voor mij zijn dit gewoon echt wel de basic items die voor mij heel belangrijk zijn. Maar wat is voor jou echt onmisbaar om mee te nemen in je tas? Ik moet wel zeggen, deze tas is van zichzelf een beetje zwaarder. Dus hoe voller je hem stopt, hoe zwaarder die wordt. In de zomer zitten er ook nog vaak een zonnebril in en een zonnebrandcrème. Dus dat is eigenlijk het verschil met de winter. Als ik weg ga, zitten natuurlijk mijn sleutels erin en ook mijn telefoon. En heel soms wil ik ook nog wel eens mijn dopper met water meenemen als ik dat fijn vind. Maar over het algemeen zijn dit wel echt mijn onmisbare items. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Ben jij iemand die ook grote tassen mee zult? Of ben jij iemand die toch wat kleinere tasjes past? Ik heb zelf ook kleinere tasjes. Die neem ik soms af en toe ook wel mee. Ja, als ik gewoon weet dat ik weinig nodig heb, dan kan ik een klein tasje meenemen. Of gewoon bijvoorbeeld, ja, met speciale gelegenheden is soms een klein tasje gewoon leuker. Maar over het algemeen sleep ik wel echt mijn grote tas met me mee. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd dus wat voor jullie onmisbaar is. En ja, als ik er naar kijk, denk ik wel van, heb je het allemaal nodig? Nee, maar ik vind het toch fijn om bij me te hebben. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om deze video te bekijken. Mocht je deze video leuk gevonden hebben, doe zeker even je duimpje omhoog. Ben je nou nieuw op mijn kanaal en denk je van, ja, jouw video's wil ik niet meer missen? Abonneer je dan eventjes gezellig. Kan dan op het rondje van mijn gezicht drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. En doe dan even dat belletje aan, want dan krijg je een mail zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!